Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op maandag 15 oktober. Het wordt weer een warme dag in Nederland. Lokaal kan het 25 graden worden. Er is flink wat zon en er trekken wat wolkensluiers over. Heel misschien dat er in het noordwesten van het land vanochtend nog een licht buitje valt, maar die kans is erg klein. Temperaturen liggen vanochtend tussen de 15 en 18 graden. En er waait een matige wind uit zuidelijke richtingen. En vanmiddag worden het dan zo'n 21 tot 25 graden. Zomers warm kan het lokaal worden in Limburg en delen van Brabant. Vanavond ook rustig weer met opklaringen en wat wolkensluiers. De temperatuur ligt tussen de 18 en 19 graden als de zon ondergaat. Morgen krijgen we nog zo'n warme dag. Sterker nog, het kan misschien nog wel ietsje warmer worden. Er is opnieuw veel zon en er zijn weer wat wolkensluiers. Het blijft overal droog en smiddags wordt het, het zo'n 22 tot 25 graden bij een matige zuidenwind. Woensdag gaat de wind geleidelijk aan draaien en komen er ook wat meer wolkenvelden. Inmiddels wordt het dan nog wel 18 tot 21 graden. En donderdag en vrijdag waait de wind uit het noordoosten en zien we de temperatuur nog iets verder zakken. Het blijft wel droog en er zijn zonnige perioden. En dat allemaal dankzij een hoge drukgebied in onze omgeving.